Goedenavond allemaal. Het is een eer en een genoegen om vandaag met jullie een gesprek met Christian aan te gaan. Het is een bijzonder sociale, genereuze en heel humoristische man die ik persoonlijk heel lang ken. En ik geniet al die jaren echt van zijn vriendschap, van zijn begeestering, van zijn enthousiasme, van zijn vragen. Zijn verontwaardigingen en zijn ergernissen geniet ik even goed. En ook van de professionele samenwerking die we dus eigenlijk echt begonnen zijn vanaf 90. Maar ik heb hem wel als student leren kennen. 85, ik weet het niet meer zo goed, want jij bent in cijfers beter dan ik. Toen was ik student en ik heb een van de eerste tentoonstellingen in het Sint-Pietersabdij in Gent handelde over Museum voor Architectuur. En zo heb ik de maker van de tentoonstelling toen leren kennen. En ik ben ook heel vroeg met de Stichting Architectuur Museum ook als student mee op stap genomen, de architectuurlijsten aan het maken. En dan hebben we echt beginnen samenwerken, laten we zeggen, de Stichting Architectuur Museum zou stoppen. Ik werd aangesteld op de tentoonstellingen en publicaties te maken in de Singel. En dan is Christian voor mij een soort van mentor, zal ik ook maar noemen, alhoewel ik het toen nog niet wist. Die is een soort van sparringpartner geweest, helemaal anders dan zijn compagnon Marc Dubois. Die schreef mij brieven en postkaartjes, zoals jullie dat weten. Maar met Christian had ik een gesprek. En dat gesprek is gebleven. En dan gaan we nu vanavond verder zitten. Ja. Oké. Ja, een kleine jongen die toen al de dingen vanuit een ander perspectief bekeek. Het is een absurd verhaal misschien, maar... Enfin, het is niet absurd, maar iedereen heeft dat. Hè. Dus, het is wat iedereen meemaakt als een kind is. Dat je reageert tegen je ouders. Of tegen je grootouders enzovoort, maar dat was het. Dit is het provinciaal domein in Huizingen. En mijn moeder en mijn tante en mijn opa, die keken naar de kant op die bank waar het iedereen passeerde. En ik vond daar maar niks aan, dat was niks van perspectief. De andere kant was het perspectief van het landschap en dat was, vond ik veel interessanter. Er was niemand die passeerde, maar tegelijkertijd vond ik dat, die glooiing in het landschap interessanter. Vandaar was mijn onkel die die foto heeft gemaakt. Dat was voor mij veel betekend op die moment en we vonden dat grappig dat ik die foto teruggevonden heb. Dus. Een ander verhaal. We hebben gestudeerd 1968-1974 en dat is na mei 68, dat nu 50 jaar geleden is. De herdenking in mei 68, dat niet zomaar gekomen is. Je weet dat er allerlei in de jaren 60 in Europa en over de wereld veel heeft bewogen. En ik heb gestudeerd samen met Paul Robrecht, Hilde Dame, Marie-José Van Ey, Marc Dubois. We zaten in hetzelfde jaar en wij waren dus ontgoocheld over onze professoren die ons niks bijbrachten. Die ons absurde opgaven gaven en die ook ons kleinleerden tot en met. En, er was een witte zaal in Sint-Lucas Gent, ingericht door broeder Christian. Dat was voornamelijk voor de grafische vormgeving. Alles moest puur en wit zijn. En wij hadden de idee, met Paul Robrecht enzovoort, dat we die wilden ontmaagden. Dat het nu een keer genoeg geweest was van al dat zuiver gedoe. U moet weten, het is 1973, dus het is nog altijd post-68. We zitten dus in die hele beweging van aversie, van discussie en... En als wij vroegen aan onze docenten, kunt u formuleren wat het architectuur is, bijvoorbeeld, dan zei iemand, architectuur, kinderstaal. En wij maakten dat grote affiches van posters en we hingen dat dan zo in het instituut, overal, met de naam van de docenten rond. En dan gingen we ook bijvoorbeeld bij Lego, in de speelgoedwinkel bij Lego, en zo een ding gaan halen. Mensen waren heel fier, want de reclame van Lego. Ik vind het wel grappig. Om dat beeld nu hier in Nederland te tonen, zo nu dat hier Zaandam is gebouwd. Enfin, zwart. Dat was dus het verhaal ook van de participatie. Daar stond een jukebox in, daar stond een piano. Dus het
het verhaal van wat is cultuur, wat is kunst, wat is kitsch en dergelijke meer. En daar waren we dus in feite wel mee bezig. Dat heeft geleid tot het feit dat Paul Robrecht op die moment door al deze toestanden niet is geslaagd geweest in zijn diplomajaar. Om reden van dat hij met iemand anders heeft samengewerkt en dat kon dan niet. En dan, maar wel in september dan de grootste, hoogste graad heeft gehaald als hem een project voor zichzelf heeft gemaakt enzovoort. Hier zie je het beeld van het kwartet. Op geregelde tijdstippen komen we elkaar tegen en is er altijd iemand die vraagt om een foto te maken. En dan zie je natuurlijk het ouderdomsverschijnsel dat zich genereert. Met links op de opening van jouw tentoonstelling? In 97. Ja. En rechts op de opening van de tentoonstelling van Pieter de Bruyne in het Design Museum in 2012. Dus... Goed. Pieter de Bruyne. Ja, dat is iemand die niet zo bekend is, misschien in het buitenland, voor ons wel, maar heel, heel strikt. Interieurvormgever, interieurarchitect, meubelontwerper, dergelijke meer. Maar het verhaal is voor mij dat hij de geschiedenis van de architectuur en van de ruimte heeft omgezet in heel abstracte meubelen. En ook in een interieur, in zijn eigen huis. En heeft hij ingericht naar het 18e-eeuws model, dat elke kamer een eigen specificiteit, een eigen betekenis heeft, een eigen kleur in de insteek enzovoort. Je had de blauwe kamer, die afstand, de sequentie was tussen zijn werken en de straat. Omdat die kamer dan rust gaf. Blauw was voor rust, ook het blauwe glas. Als je ziet een lichtblauwe salontafel, maar die is wit. Dus alles wat dat u ziet, is wat u wit weet, is in feite blauw dat u ziet. Dan heb je beneden, daaronder was de rood salon, dat was voor zijn vrouw, de blauwe kamer was voor hem. En ik ben daar 9 jaar in dat huis gaan wonen. Bij toeval omdat het te huur was. En bij toeval omdat het ook 400 vierkante meter was en ik kwam uit een appartement van 100 vierkante meter en ik moest werken met medewerkers enzovoort. Dus het was een pragmatische houding, maar tegelijkertijd was het verhaal van alles wat dat hij mij heeft geleerd, op een bepaalde manier, dan kon ik dat ook dan in werkelijkheid daar ook. Nu, na 9 jaar, moet ik eerlijk zeggen, had ik genoeg, want veel mensen begonnen te vragen van is het dit wat u wilt zeggen in architectuur? En dan moest ik ook zeggen nee. En dan vroeg iedereen, ja, waarom woont je er dan in? En het was een heel dubbel spel. Niemand begreep, want iedereen begrijpt allerlei dingen nooit in mentale zaken, maar iedereen begrijpt alles in formele, visuele zaken. Belevenis. En in belevenis. Dus ik moest daar cliënten ontvangen en ik zei van, ik wil in feite vormgeving of architectuur maken die afstand doet van veel. En hij zei, nou ja, hier loopt er wel in zo'n ding. Okay, ja. Maar het heeft er wel toe geleid dat de woning niet afgebroken is. Dankzij mij, ja. Is geclasseerd geweest. Dus dat is al een van de vele... En toen was ik eruit weg. En toen dacht ik van, had ik hem nu gekocht, dan kon ik hem restaureren met 80% subsidies, maar ik was al weg. In het midden ziet u, dat is een heel grafisch ding, dat was de verhuiskaart, waarin dat je het plan ziet. Het witte deel is de bestaande woning, de oorspronkelijke van 1905. Het zwarte deel was de nieuwbouw die Pieter de Bruyne eraan gezet heeft. En dit is de structuur ervan. En het blauwe vlak is de verhouding van de blauwe kamer in het geheel. Nu even een kleine detail. Dus als u een uur in die blauwe kamer zit en u opent het raam naar buiten, dan is alles oranje. En kleuren in die opening zijn complementair en plots switcht dat over. Maar de trap al was oranje geschilderd. Dus het verhaal, het was zo dubbel dat wat in die trap al was, was het oranje dat je zou bekijken als zijnde dat je de hele dag in die blauwe kamer had geweest, maar het was oranje op zich. Dus die zaken zaten daar wel allemaal in. En dan rechts was het boek in 2012, tentoonstelling en boek dat we gemaakt hebben samen met Eva Storgaard. Als hommage, 25 jaar na het overlijden van Pieter, en dat is dankzij Lieve Daans ook weer in het Design Museum, dat toch wel voor mij een belangrijke rol heeft gespeeld in de dingen die ik gedaan heb. Pieter de Bruyne is ook naast eigenlijk het ontwerponderzoek koppelen en methodiek in getallen
de geschiedenis van Egyptenaren, proporties. Ja. Is hij ook de man die geïntroduceerd heeft in Milaan? Een belangrijk iets. Ja. Dat is een ding dat, maar het is ook zo, op een bepaald moment, van Pieter was geïnteresseerd in alles van de Egyptenaren en die opmetingen en dergelijke meer. En ik had dacht van, ja, u bent met dat meubilair en die dingen bezig. Voor mij is de piramide van Cheops belangrijk. Kan ik dat nu vatten in één tekening? En ik heb ze geprobeerd en ik heb die tekeningen niet allemaal uitgehaald, omdat het anders te veel wordt voor vanavond. Maar dat is één tekening waar het plan doorsnede, diagonaal doorsnede en gevelvlak in één tekening zit. En dat was voor mij heel interessant, dat had Pieter niet gedaan. En dat voor mij was dat ook Le Corbusier dat niet gedaan, want hij had altijd de gulden snede in plan en separaat in doorsnede. Je had nooit die overlap. En ik had die aan Pieter getoond, aan Pieter de Bruyne getoond, dat was 1982 of zoiets, in die blauwe kamer. En plots was het heel stil. Hij zei geen woord meer. En op een bepaald moment zei hij, jij verder doen. Hè. Jij stopt niet in het leven. Hè. Jij gaat altijd verder doen. Dank u, Pieter. Deze twee zinnen zijn voor mij plezant. Je sprak van humoristische dingen. Hè. Corbusier die in een discours aan de EE zei, van, ik wil niet over architectuur spreken. Ik haat het spreken over architectuur. Dat valt Corbusier dan ook niet. Maar ik vind het wel grappig van Mies om te zeggen van spreek nooit over architectuur met uw cliënt, spreek over uw vrouw en uw kinderen. Ook, en dat is iets wat voor mij belangrijk is, Palladio die zei van, voor mij is het belangrijk van, moet ik een keer inbeelden, de lengte van de woorden die nodig zijn, dat iemand nodig heeft om een werk uit te leggen. Ik heb mijn quattro libri, ik heb mijn tekeningen. Er zijn mensen die veel woorden nodig hebben. Daar gaat het niet over. En Serge Gainsbourg, die je misschien kent, een poëet maudit van 25 jaar geleden is overleden, van woord voor woord, het woord dat ideeën naar voren brengt of, en niet het idee dat woorden teweeg brengt. Dat is primordiaal. Is er geen woord, dan is er ook geen idee. En dat is iets wat me altijd is bijgebleven. Je start van woorden om ideeën te genereren. Ik baal ervan als er veel woorden zijn en als er niks op die tekening hangt. Wil ik daarmee zeggen. Oké, om het parcours wat behapbaar te maken, hebben we het in stukjes onderverdeeld. We beginnen met wat we zouden noemen het onderzoek en het engagement. We spreken van de jaren vanaf 1974 tot ongeveer 1995 hadden we het engagement natuurlijk verder zetten met het onderzoek ook. Maar we gaan specifiek een aantal dingen voorstellen. We beginnen met... met de tussenruimte. Geen probleem. Andere ruimteconcepten. Ja, het is... In 1975 kom ik in... Enfin, bemerk ik het tijdschrift Japan Architect. En... er is een nieuwe, en ik snap toen dat er een nieuwe architectuurstaal, een nieuwe architectuurbeweging bezig is. Na het metabolisme komt het postmetabolisme. En daar begin ik dingen uit te leren, dat er een soort van grijze zone zit. Dat er een begrip is tussen dat tijd en ruimte concipieert, dat één beeld geeft. Dat wat leegte is, kan ook de hemel zijn. En dat in Japan heel veel betekenis, waarop wij één woord voor hebben, en één betekenis dat in Japan alles en veel meer dingen in elkaar zijn. En ik ben beginnen die teksten uit te pluizen, en ook dat, die schriftuur van die manuscriptuur van Japan heel goed en heel mooi. En dit is het begrip ma, dus tijd, ruimte, dus tussen twee dingen zit iets. En dat is, het wordt verkondigd wat bijvoorbeeld in de Japanse tuinen of in de Japanse historische... die mineralen tuinen heb je een zone, die, bij ons noemt dat dan een bordes of wat weet ik veel, of een terras bij hen, is dat je bent in de zone van het gebouw, maar tegelijkertijd ben je buiten. Dus die tussenzones zitten daar, was voor mij heel belangrijk. En zo ben ik bepaalde begrippen van ma en oku, ikki, ke en noem maar op, gaan uitschrijven voor mezelf. En er zijn er een paar die mij altijd gefascineerd hebben zelfs. Is er iets tussen geluid en muziek? Wat zit er tussen? Er zijn heel veel dingen, als ik soms naar het gebouw kijk, kan ik zeggen, dit is dan geen geluid meer, dit is ook geen muziek, het is alleen maar ruis. Zoiets dat heel lelijk is. Ruis. En
dat is iets dat me altijd is bijgebleven, of de rijkdom in sobriety. En dat soort dingen, we hebben dat nauwelijks in onze taal. We zijn ook Germanen, dus we zijn niet Japanners. Bijvoorbeeld hier. We weten ook dat Zumthor daar ook naar gekeken heeft. Als hij zijn Serpentine Pavilion heeft gemaakt. Of, en dat is dan weer iets anders wat de tijdruimte is. Dit is al afgebroken. Dus Japanners gaan heel snel om. Het duurt 20, 25 jaar en een ding wordt weer afgebroken. Maar die binnentuin zou voor ons zo belangrijk zijn om alles te concipiëren. En daar heb je een paar ramen en is die bijna een wilde iets wild. En ook het zich afzetten tegen de rest van omgeving. Dat is Ito, dat is Ando, dat is heel dat beginwerk van die mensen die achteraf misschien... Enfin, Ito is gebleven, dus is geniaal gebleven. Hè. Dus Ando heeft soms wel wat het overdon van altijd die betonarchitectuur. Maar twee identieke gebouwen met een passerelletje ertussen. En dus altijd bewust zijn dat je de natuur, enfin, het licht, de hemel enzovoort, is het zon of regen, dat je dat meemaakt in het bewegen van dag en nacht. Of dit vind ik dus altijd fantastisch gevonden, Katsuo Shinohara. Het is pas nu onlangs dat hij weer ter sprake komt, hoe dat die structuur van Shinohara in die gebouwen, in die woningen, hoe sterk dat die zijn en onwrikbaar. En dat heeft me een enorm geboeid, hoe dat onwrikbaarheid in architectuur kan komen en hoe sterk dat je daar ook kan mee omgaan. En ja, de rest zal wel komen, hè, ertussenin, hè. Daar leef je wel mee, dat is geen probleem. Totdat dit geresulteerd heeft in Fuji. Fuji en Eisenman hebben altijd gediscussieerd wie is de uitvinder van het deconstructivisme. En ze hebben altijd van elkaar gezegd, u bent het. Nee, u bent het. Maar Fuji had op basis van het huis van Wittgenstein, een abstractie, een systematiek ontwikkeld waaruit de wanden binnen-buiten keren in een soort procesmatig morfologisch ding. Hij noemt het metamorfologie. En dat bijna alles, zelfs de deurkrukken en de stopcontacten van de binnenkant ook naar de buitenkant komen. En dat soort dingen fascineerde me enorm, hoe dat die abstractie, hoe dat het conceptuele vermogen, een proces, hoe dat het kan leiden tot iets dat zo sterk is en overeind blijft en hoe dat je dat toch als bewoner kunt accepteren. En dan hebben we Fuji uitgenodigd en hebben een boekje gemaakt, 1981. En die heeft in 12 academies ook die tentoonstelling geweest, onder andere een paar in Nederland ook. Ik weet Tilburg alleszins en Rotterdam, denk ik, of zoiets. Ik weet het niet meer. Ja. Dus ik dacht dat je met... Dominique is erachter gekomen, en dankzij Paul Robrecht, die Paul die me ooit gezegd heeft van in 1979, jij moet naar Rome gaan. Ik kan het zo zeggen, nee, Paul kan dat niet meer. Dat zijn andere zaken. Jij moet zeker eens naar Rome. Maar dat was het verhaal van deze A+, die cover, waar het Jos van der Pern en José Kennis, die hadden 2 jaar gewerkt aan het bevatten van het werk van Guarino Guarini. En ik had ondertussen reeds de verhoudingen van Palladio getekend. Maar die waren ruimte per ruimte. Guarini was heel driedimensioneel met de sterrenkundigen enzovoort. Het grappige, enfin niet grappig, maar die barokarchitecten die waren meer dan gewoon architectuur. Die waren ook architecten, die waren ook dokter, filosoof, militair, astronoom, weet ik allemaal. Dat was dus fenomenaal. Ik zeg altijd, wij verliezen, hè. Per week verliezen wij in ons vak. Houd dat maar een goed in je hoofd. We zijn steeds minder en minder waard. Hè. Maar goed, ik had dat gezien en ik dacht van Palladio 1570, Guarini 1680, er zit iets tussen. Geschiedenis is niet zomaar hop, 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 hop. En toen dacht ik van, ik moet iets gaan beseffen en er zit iemand ertussen die van een genialiteit is en dat is Borromini. Goed, deze foto vind ik interessant omdat het over geometrie gaat. Het is een foto van Pieter de Bruyne, Thomas Aurea in Rome. En dan zeg ik, ik baal van snapshots en van foto's met gsm. Ik heb er nu ook 2 gemaakt vandaag, ik weet het maar.
omdat ik snel moest zijn. Maar hier, je wacht totdat het exacte moment er is om die zon die door die koepel komt, die die cirkel geeft, net op dat vierkant van die doorgang te hebben. Vandaag wordt er niet meer gewacht. Dat is een heel sterk beeld daarvan. Van, wil je tot iets komen? Je wacht en je ziet en je leert. Goed, er is een klein boekje dat ik ergens gevonden heb van Naredi Reiner. Het is Zaalmaas en Proportion in die Abendländische Architectuur. En daar vond ik die twee tekeningen separaat, plan en doorsnede, van het San Carlino van Borromini. En ik dacht van, kijk, ik ga die doorsnede nu een keer verder bewerken. En ook een keer met cirkels en driehoeken enzovoort. En ik ben begonnen. Ik had een beetje tijd. En ik dacht van, ik ga dat doen zoals Borromini. Ik heb een blad, een tafelblad, met een blad papier erop. Ik met theezakken was dat toen, hè. Want punaisen, dat was deze crème. En ik ga het maken, ik ga het doen met een passer en een latje en een potlood. Zoals ik denk dat Borromini dat ook getekend heeft. Die had ook niet meer dan dat. En ik kon erin slagen om verticale lijnen, horizontaal en verticaal op elkaar te zetten. Ik kon verhoudingssystemen en het was heel fascinerend. Maar tegelijkertijd, als ik het tekende, schreef ik ook op wat dat ik deed als handeling. En ik had één kerker in San Carlino, ik heb de tweede beginnen maken, die heb ik van de Sette Dolori. Toen was het al meer, toen begon ik ook van, wat gebeurt er in het plafond ten opzichte van een plan. En dan nog verder, Cappella dei Re Magi. En dan dacht ik van, hé, die hoeken zijn afgerond. En dat was Fuji die zei van, het meest fenomenale bij Borromini is hoe dat die ruimte beweegt in die hoeken en dat niet statische, maar dynamische hoeken zijn. En toen begon ik ook van, zelfs die nervaturen of die structuur van dat plafond zaten in datzelfde schema van de vloer en van het plan tegelijkertijd. En toen wist ik voor mezelf, het gaat over die driehoek, want dat maak je dan, hè, met die passer, met die cirkel. En ik snapte toen nog niet, maar wel een beetje erachter. Tre, de driehoek. Uno, de cirkel. Met tre et uno assieme. Wat Borromini zelf heeft geschreven in een van de koepels. Dat is de drievuldigheid. Dat is puur katholiek verhaal dat in geometrie in een grid is omgezet om architectuur te maken. Met een systeem dat je planmatig kunt tekenen, maar dat ook een bouwkundig systeem is. Je slaat een nagel op een plank. Je hebt een koord, je hebt een krijtje en je maakt je cirkel. En daarmee maak je het ganse plan in de werkelijkheid. Dus bouwen is gerelateerd met de tekening. En dat vond ik zo geniaal dat ik dat... Allee, ik was even schier op mijn eigen. Om in verband te zien van... Borromini heeft dat zo moeten overdragen aan zijn aannemers. En dat was dan twee van de drie tekeningen. Wat is ingeschreven en omschreven cirkels. Dat is een tekening van Borromini zelf. Die in de Albertina zit. En toen had ik het plan gemaakt en toen dacht ik van, nu is er iets anders aan de orde. Guarini heeft de driedimensionaliteit. Borromini moet dat ook gedaan hebben. En ik heb de doorsnede gemaakt. En ik vond op een gelijkaardige manier met die tre et uno assieme, met de twee cirkels en ingeschreven driehoeken en wat weet ik allemaal, dat dat op een bepaalde manier zo kwam dat zelfs de ruimteverdeling, de eerste ruimte, de tweede met de pendentieven en de derde van de koepel, dat dat allemaal uit dat systeem komt. En toen heb ik het elkaar over elkaar gelegd. Heb gezien van, dit is verdomme geniaal. Dat doen wij niet meer. Zo op elkaar zetten. En ik had in feite de andere doorsnede ook moeten maken, maar die zal ook kloppen natuurlijk. En om daar dan alles vanuit de hoogte verhoudingssystemen die ook in plan te maken, die tamboer die daarboven zit, dat met plan en met die doorsnede. En dan denk ik zo'n beetje van, maar was dat mijn plezier van Corbusier, je deed dat. Vet zo. Propaganda der Magi. Hier is het verhaal ook wel interessant, omdat we gaan niet allemaal vertellen. De gevel heeft zijn eigen ordening en de kapel zit daarachter en die heeft ook haar eigen ordening en ramen verschuiven ten opzichte van elkaar, maar dat is een heel complex ding. Dit is dan die planmatig dat ik heb uitgedokterd, ook weer in doorsneden en ook elkaar geschoven en ook hier klopte dat.
En zo heb ik dat 7 kerken kunnen doen. 7, waarom 7? Ja, 7 is een heilig getal, 7 heuvels van Rome en dergelijke meer. En toen begon ik werk te krijgen, zeker, en was mijn studie gedaan, of vast wat. Het heeft je wel doen inzien dat licht ook materie is voor de architect. Dat is goed dat je dat zegt, want als ik dat bijna vergeven, daar kwam ik op uit. Dat het in feite het licht was dat dirigeert. Maar het is natuurlijk het katholieke licht, het is natuurlijk het dirigeren van waar komt het licht naar binnen, van niet alleen van die tamboer, maar ook van die zijkanten. En dat zie je wel. Maar ook wat het me ook geleerd heeft, en dat vind ik een heel interessante thematiek, ook voor hier, van dit instituut, is dat nu architectuur of is dat nu interieur? En dat vind ik altijd zo het dubbele van architectuur, interieur, en denk ik van... Pantheon heeft dat iets minder, dit heeft dat verdomme wel heel sterk. Dit is wel een heel sterk architectuurverhaal dat zich binnenin speelt. En dan heb ik die tekeningen, die waren dan allemaal op 60-84 getekend en één keer vergroten in proportie ten opzichte van elkaar. En dan zie je in een tentoonstelling in AS65, waar het dus proportioneel, dan zag je hoe klein dat de San Carlino is ten opzichte van hoe groot dat de Santivo alla Sapienza is enzovoort. En dan waren die over elkaar. En dat zit nu allemaal in het archief in Antwerpen, deze tekeningen. En dit vind ik een fantastisch beeld, we hebben onlangs gevonden. Mounir Fatmi is een Algerijnse kunstenaar en die heeft de Casablanca Circles gemaakt. En links zie je dat er bijna de tekening ook is van Borromini. En die zei van, alles in de wereld is verhouding. Ingrid Bergman, sorry. Alles is seductie, alles is verhouding, alles is enzovoort. Alles is politiek. En toen heb ik mezelf zitten bevragen, nu vandaag, wat zou het nu vandaag ook zijn? Ik denk dat alles ook relationeel is, alles is ook strategie geworden in de wereld van de architectuur. En dat vind ik nog een sterker verhaal, dat mij soms ook wel verveelt. Ja, we hadden niet alleen... Als het te lang duurt, moet je het zeggen. We hebben niet alleen het tekenen om architectuur te doorgronden. We hebben niet alleen nieuwe begrippen uit andere culturen, maar we hebben ook geschriften, teksten. Tekst, woord is een belangrijk aspect. En Loos was daarin... Ik had in 85 het boekje Parole dans le vide. Het is merkwaardig dat Loos bij ons bekend geraakt is de teksten via de Franse vertaling en niet via de Duitse, originele. En ik had dat gekocht in 85 en ik had elke avond een stuk daarin gelezen. En ik dacht van, ja, dat is wel straf en toeblik. Dat heb ik wel nodig, zo. De nuchterheid van Loos. En ben de dingen gaan vertalen, dus ook gaan opschrijven. Ook ondertussen was ik ook het werk van Dario Passi, die waarschijnlijk niet bekend is, maar die in de Romeinse architectuur van 1982 wonderbaarlijke dingen gedaan heeft. En het is zo van een tekst in Casabella die ik vertaalde van Walter Sambien enzovoort over architectura regulare. En zo heb ik stapels van die dingen, het manuscript en het schrijven, het om schrijven en wat het hierin zit tegelijkertijd te verbinden. En dat is... misschien moet ik dat terug beginnen hoor. En één keer is het, ook in die tentoonstelling in de 65, is het ganse tekst architectuur van Adolf Loos, zo uitgeschreven, ook eens tentoongesteld geweest in de kamer. Ook dat zit allemaal in het archief in Antwerpen. Voor Loos vind ik het, maar dat is een van de dingen dat ik u even wil meegeven. En het is wel grappig, zo. Die zaken, ik lachte me daar te pletter mee. Zijn, hoe moet je gekleed zijn? Modern. Wanneer is men modern gekleed? Als je zo weinig mogelijk opvalt. Ik vond dat wel grappig, zo. Ten opzichte van al die bling-bling. We hadden het er net nog over. Maastricht loopt vol met bling-bling en gouden schoenen en gouden sakkosje. Maar dat is niet modern. En ik bedoel, ook architecten zo met die brillen, Fenêtre en Longueur, zo, maar dat is nu is het allemaal een ronde, het is allemaal corbusierbril. Maar een tweede is ook zo, een verandering die geen verbetering is een verslechtering. Natuurlijk is het een verslechtering. Ik bedoel, het is zo'n logica in die zin. En dan de laatste is, een architect is een metselaar die Latijn heeft geleerd. Dat weten we dus. Maar moderne architecten schijnen meer Esperantisten te zijn. Als je ziet op Facebook wat je daar allemaal tegenkomt, dan vind ik het wel even Loos, 100 jaar geleden, was wel straf. Goed.
Ik had nog geen werk, maar er waren gelukkig al wedstrijden in de jaren 80. En je zette jezelf aan vrij complexe stedelijke opdrachten. Het aantal wedstrijden die je uitgekozen hebt, zou ongelooflijk. Wel, het is ook het verhaal van, ik maakte dan toen een beetje in die periode op meubeltjes, zodat ik ontworpen had. Het was Lieve Dames die zei van, Christian, pas op. Je gaat voor 10 jaar bekend zijn met de eerste dingen die je gemaakt hebt. En je gaat dat voor 10 jaar meeslepen. En je gaat voor 10 jaar een meubelontwerper zijn. En ik denk van, oh ja, maar ik ben architect, ja, die meubeltjes zijn wel interessant enzovoort. Maar toen was het, begonnen ook die open wedstrijden, iedereen kon deelnemen, hoewel dat er een geselecteerde waren, je wist toch dat je die ging winnen, want het waren toch die geselecteerden die door het, die gingen met de prijs gaan lopen, maar toch, je wou dit doen voor jezelf. En ik heb er zo een paar gedaan, dus de Slag van Waterloo, 1988. En hier zie je op deze tekening, zijn projecten die ik heel snel maakte, hè. Dus ik wou er niet meer dan 4 dagen spenderen aan zo'n ontwerp. En je ziet die blauwe lijn, dat is hoe dat Napoleon zijn leger tegen Wellington heeft geduwd. Zo. En dan zie je dat, het is 1 dag, hè. Het is op 1 dag. Hoe dat leger heeft. En daar heb ik een grid over getrokken en heb ik voor mezelf, zo, wat is mijn handtekening? Een fragment van mijn handtekening. Hoe kan ik dat vergroten? Dus later spielerij misschien zijn in, ik weet het, maar dat is wel. En als ik bij Napoleon vertrek en ik wandel dan 3 kilometer per uur, dan kom ik terug op het einde en heb ik een hele dag gewandeld en heb ik mijn eigen Slag van Waterloo gespeeld. Maar ik heb in dat landschap heb ik pleintjes tegengekomen, dat was op dat grid, dus die pixels, die puntjes die daar zitten. Dat waren slagvelden van 2 kunstenaars met elkaar, tegenover elkaar. Dus 1 lijn was een kunstenaar, een andere lijn, een ander grid was het andere kunstenaar. Dus dat was voor mij zo proberen van schaal en perspectief en tijd en ruimte te krijgen in de Slag van Waterloo. Dat was het project voor het museum, als 2 sabels die door elkaar zitten, als metafoor. Barcelona was een heel snel project, maar de mooiste tekening is niet ingescand. Dat is wel jammer. Maar dus hoe kan het grid van Barcelona, het Cerdà-grid, met 113 op 113 meter, hoe kun je dat nog eens verdelen? Het is altijd verdeeld geweest in de geschiedenis, maar hoe kan ik dat in 9 vierkanten verdelen? Is dat bouwblok nog haalbaar? Wat kan ik daaruit halen? Hoe kan ik andere tracés erin krijgen enzovoort? En wat zijn misschien promenades met binnenpleinen, dat is die groene lijn enzovoort. Dat was een beetje zoeken. Uiteindelijk heb ik dat niet ingediend. Het andere wel, maar dit heb ik niet ingediend. En dat was proberen nieuwe architectuur. Hier zie je wel de hand van een beetje van CISA enzovoort, die dan ook als referentie. En dan heb je Antwerpen. Stad aan de Stroom, dat was een wedstrijd waar dus veel wat bekenden aan deelgenomen hebben. Maar bij mij ging het erover van, wat is rechttrekken van de kaai? Wat is de linkeroever ten opzichte van de rechteroever? Wat gebeurt er als een TGV-station toch in Bergen komt en 1 metrolijn? En alles zit op 1 rechte lijn, al die metropunten en stations. En je hebt alles van Antwerpen mee. Allemaal op 1 identieke afstand. Dat was vond ik heel grappig. En dan heb je de kaaien met paviljoenen, met een heel groot park, waar het nu tot grote ergernis Nieuw-Zuid is geworden, maar het niet altijd, het is meer projectontwikkeling. En tegenwoordig die projectontwikkeling is louter appartementen, dat is ook iets verschrikkelijks aan het worden, of eens wat. Prijs je gelukkig dat je nog ceramiek hebt hier. En dan, waar het zin, op basis van zinsneden die ik in filosofische boeken van Heidegger en dergelijke, meer interessante zinnen. En dat zou de basis geweest zijn om paviljoenen te maken in 1 promenade langs de Schelde. En dan de meest frappante voor mij was een open oproep. Ik bedoel een open wedstrijd voor Piazza Arezzo, dat 1 chaos is. Het is nog altijd een chaos. Het is nog steeds een chaos. En van hoe kan ik een project maken waar dat al die bussen en taxis komen, waar dat je volk ontvangt, waar dat je iedereen het Canal Grande onmiddellijk ziet. En dan was het idee gekomen, wat is het beeld van Venetië? Dat is de Lee, de gevleugelde Lee. En wat is er interessant om 2 vleugels te maken en een project te maken op basis van de 2 vleugels van de Lee, noemde ook Leali de Leone.
Maar het noemt ook A Voce Sola in Dialogo, dat is van Claudio Monteverdi, die dat altijd zegt. Het is een eenvoudige stem in dialoog met zichzelf. Maar die twee vleugels, dat was dus een vleugel die grondvlak was en een vleugel die werkelijk luifel was voor alle bussen, maar dat ook theater was waar je de Schans Venetië kon opzien. En dat positioneerde zich zo. En dan kon je, dus op het einde van die vleugels zag je dus wat je overzicht over Venetië en dat was dan de axonometrie en die vlugge schetsen om Venetië te kunnen vatten bij dag en bij nacht, la notte en alles van allerlei proberen van Italiaanse cultuur in één ding te zetten. Ik heb nog onlangs moeten discussiëren met jonge afgestudeerden die vroegen, is dit op computer getekend? En ik zei, nee, dit is 1990. Nee. Hier de plannen. Ja, misschien moet ik even op. Jij neemt niet over. Stichting Architectuur Museum. Ik ken het omdat ik het dus meegemaakt heb als student. Eigenlijk kunnen we zeggen dat daar de basis van bouwcultuur in België en Vlaanderen is ontstaan. Samen dus met Marc Dubois zijn er reeksen van tentoonstellingen, publicaties opgezet, studiereizen gemaakt, tentoonstellingen. Voor het eerst is eigenlijk een internationale tentoonstelling de uitnodiging voor België te vertegenwoordigen op de Biennale van Venetië. Tentoonstellingen waarbij Nederlandse partners aan bod kwamen, of Nederlandse architecten, jonge architecten, interieurontwerpers, dus het hele gamma van waar architectuur in Vlaanderen zich kon beginnen ontvoogden. Er zijn ook best wel wat zaken uit de jaren 50 opgediept. Ik herinner mij Jacques Dupuis, de Turnhoutse school. Het was eigenlijk ook een gespreksgroep waar allerlei bewustzijn van bouwcultuur die er mankeerde in Vlaanderen aan bod kwam. En van daaruit zijn een hele generatie jonge mensen gekomen die na verloop van tijd de fakkel hebben overgenomen om een jaarboek te gaan oprichten. Om de eerste basis te maken van een Vlaams Architectuurinstituut en ook naar Nederlands voorbeeld om een Vlaams bouwmeester op te richten. Ja? En het eerste jaarboek, ik zat toen mee als jonkie in de redactie, maar Marc Dubois was de lead en Christian heeft de volumering gedaan van de eerste twee eerste edities. Maar wij hadden dus een jaarlijks, enfin, we waren jonge architecten in Vlaanderen. Nee, België eerst, en dan moest dat Vlaanderen worden om reden van een subsidie van 1700 euro op jaarbasis. Dat was 1987, toen was België aan het splitsen. Dus, was wat. Maar de eerste was die architectuurmuseum die jij ook gezien hebt, hè, in Sint-Pietersabdij. Ik vind dit nog altijd dat ik Paul Robrecht heb uitgenodigd naast Oswald Matthias Ongers. Die toen was nog niet open, dacht ik, zijn architectuurmuseum, die had zijn tekeningen in Frankfurt. Maar Paul die daar ook zijn beeld van het begrip architecturen projecteerde op basis voor een museum. En Hilde die dan die Lino Snedens heeft gemaakt voor de tekening. Dat is altijd een heel fantastisch project geweest. We hadden die tentoonstellingen vanaf 85 tot 90 ook. We hebben ook een gehad, Arends van den Berg, 89, maar ook interieurontwerpen. Dus in die historische ruimte, dat was heel mooi voor ons in het designmuseum, Sierkunstum, in die historische ruimte zijn, totdat we de mogelijkheden hadden. En Marc Dubois daarvoor gezorgd via allerlei bevriende mensen, ook in de connecties, dat de minister van Cultuur, Patrick de Waal, dan instemde dat we het Belgisch paviljoen konden hebben en dat we dus met een tentoonstelling Architetti della Fiandra konden naar Venetië gaan in 91. En dat toch wel een mijlpaal is geweest, dacht ik, voor Vlaanderen, allee, voor ons, voor algemeen, dat het dan wel gestart is, dat we dan wel de witte vlek op de kaart was weg. En we waren dan met 10 mensen, voor de eerste keer dat we op internationale schaal zaten. Voor jullie lijkt dat allemaal misschien, voor studenten misschien allemaal evident, maar dat is allemaal niet evident geweest om de energie en dat allemaal
toch daar maar te zijn. Ondertussen zijn er zoveel tentoonstellingen in Venetië enzovoort. Maar het was ook 1991, daar zat Herzog de Meuron in het Zwitserse paviljoen met 4 fotografen. Dat is niet hun werk, enfin, wel hun werk, maar gefotografeerd. Dat was Eisenman en Geer in het Verenigde Staten. Dat was de eerste keer de computertekening en de methodiek van, dat was het paviljoen van, boekenpaviljoen van James Stirling. En het was wel iets. Hans Olijn heeft toen de Gouden Leeuw gewonnen. Wij waren allemaal ontgoocheld, maar achteraf begrepen we wel de connecties van Hans Olijn met Francesco Dalcoe. En je leert dat allemaal wel, hè. Die internationale connecties. En wie kent wie en wie is Contessa en wie is zo goed. Oké. Ja, het tweede luik die we willen belichten is het mentorschap, het onderwijs. Met een heel belangrijk citaat om te beginnen. Er is een tentoonstelling geweest van Andrea de Plazes in het Architectuurmuseum. En die zei, wat studeren jullie als jullie architectuur studeren? En ik zei, god, ik zit hier met een nest docenten naast mij in Antwerpen. En ik wou het zo van even hard zeggen van, wat onderwijzen jullie als jullie architectuur onderwijzen? Niemand was daar happig mee met dat soort dingen. En het was het verhaal natuurlijk van wat is klassieke architectuur, wat is moderne architectuur. En ik begreep toen al dat Grassi heel veel naar klassieke architectuur keek en met een Schinkel. En die relatie was heel duidelijk. Maar ik, ook als ik het in het ding van het Casa del Fascio en ik keek ook naar buiten, dan zag ik ook een gelijkaardig iets. Met die glinstering of die spiegeling van plafond en vloer. Die natuurlijk opzettelijk gedaan was door Terragni, want dan zag Mussolini 3 keer meer volk dan dat er werkelijk buiten stond. Dat was een act van Terragni. Maar dat was voor mij, kijk, dat was maar één beeld waarin dat binnen en buiten en de perspectieven kijken van binnen naar buiten. Ik kan dat op 3 beelden, op 3 vormgevingen en het referentieel en het doorgaan en het begrijpen van ding. Oké. Zoals Katrien al gezegd heeft, studiereizen zijn altijd heel belangrijk geweest. Dat moet ik hier niet vertellen, want de helft van de zaal is mee geweest naar Milaan. Dus, en Milaan is natuurlijk, dat heeft te maken met mijn eerste keer met Pieter de Bruyne in 1980. En toen besefte ik dat de Milaan een stad is van laboratorium. De Compasso d'Oro, design, Giocondi, Mendini, wat weet ik allemaal. Mendini die in het appartement woonde van Giocondi en ik ging dan later in de woning van Pieter de Bruyne wonen. Pieter de Bruyne die bij Giocondi had gewerkt. En dat was zo een gans netwerk van gebeurtenissen en dergelijke meer. En het was ook natuurlijk Aldo Rossi, mijn fascinatie. Het was ook Sotsas die toen al heel bekend was. En ik vind, die tekening daarboven heb ik in de laatste reis naar Milaan gezien. Dat is Leonardo Benevolo, die de analyse gemaakt heeft van echt getekend, Milaan getekend en altijd maar doorgetekend in verschillende fragmenten. En Sotsas die natuurlijk, ja, van hoeveel jaar men er heeft over gedaan, vind ik een mooie tekening, of hoeveel jaar heeft men erover gedaan om een rechte muur te maken. Kijk een keer naar de Italiaanse stenen, alle muren staan krom natuurlijk, en wij zijn daar gefascineerd. Maar hoeveel jaar hebben we er al gedaan om de rechten te maken? En het natuurlijk het Teatro Scientifico van Rossi. En dan hoe dat die stad in elkaar zit. Dus ik had het geluk om in de Caprita op het attic te mogen gaan. Er zijn vrienden van mij die daar een verbouwing bezig zijn, voor een mevrouw die in de Fondazione Prada werd. Je moet het maar gedaan krijgen als 25-jarige dat je dat cadeau krijgt, zo'n appartement van je vader, als trouwcadeau. Oké, zij doen dat, maar je kijkt dus op die Montecatini van Ponti enzovoort en die stad die daar toch wel altijd voortdurend reflecteert, altijd verder gaat, altijd laboratorium is. Die stad die bij nacht ook verder gaat. Basis van Ponti natuurlijk dat architectura in cristallo enzovoort in kristal is. En dan nu. Ik vind dit even een serieus moment. Het is grappig, maar het is een serieus moment, omdat als je naar een stad gaat op bezoek, dan speel je mee met de rol van de politiek. Je kan niet anders dan aan een politiek systeem werken, want je geeft daar geld uit en je gaat daar naar kijken. En het is niet anders dan dat je nu naar Milaan gaat en de Lega en Forza Italia, Forza enzovoort.
Maar die power van die stad, die daar zit, het geld, het economische systeem. Maar dan zie je ook hoe dat die Berlusconi heel goed weet hoe dat hij zich moet laten fotograferen op basis van de geschiedenis van Mussolini of Forza, die die stad hebben gemaakt of whatever hebben gemaakt. Dus, en dat moet je even in, je loopt daar rond. En ik probeer nu niet meer als, ik ga natuurlijk naar architectuur kijken, maar ik probeer ook meer te zijn. Ik wil in die stad meemaken, hoe zit die in elkaar, hoe zit die politiek in elkaar, sociaal, economisch enzovoort. En ik hoop dat studenten, of gelijk wie dat ook doet, hè, die Berlusconi, ik baal daar ook van, maar je ziet hem wel staan. Het is stom dat alle Italianen, of zoveel Italianen daar wonen, maar het is... Ja, het heeft met kracht, met power, met, het heeft ook met theaters te maken enzovoort. Goed, dat heeft te maken met studenten weten na studiegidsje dat ik voor hen heb gemaakt samen met Paul Katenbrouwer. Of het boekje dat ik zelf maak, constant en altijd maar bij aanvullen met nieuwe foto's van mezelf. Maar het heeft ook studiereis in Zwitserland. En het is wel goed dat je met architecturen, dat daar CH in zit van Zwitserland. En dat Bits in Zwitserland zit. Dat is ook wel de grap van Zwitserland. Maar dat je Zwitserland kunt in het kruis van een Zwitsers kruis ook verdelen in vier regio's in feite, die totaal verschillend zijn. Het heeft me ook geleerd wat tijdschriften zijn, hoogpartijen of architezen, constant publiceren over nieuwe dingen. Het heeft ook met Max Bill te maken. Gestalt. Wat is minimal tradition? Want uiteindelijk is dat geen minimal wat daar in Zwitserland gebeurt. Het heeft ook met Rimitz Aug te maken. De positie, het samenstellen van een plan voor een museum. Hoe ga je van de ene ruimte in de andere? Hoe ga je... Zaug was daar fenomenaal in die teksten en die planmatige. Maar ook het werken ogenblikkelijk. Bij ons zeggen ze direct. Nee, Zaug zegt ogenblikkelijk. Ogenblikkelijk. Twee mooie dingen in het Kunstmuseum in Basel, de Hans Holbein. Het schilderijtje van een leraar. Maar we hebben een tekst erover wat een leraar moet zijn, wat een leraar is. En dan zie je het schilderijtje eronder. Een leraar die lesgeeft aan studenten. Of de Lof der Zotheid van Erasmus, jullie Erasmus. De enige editie van die in Basel is bewaard. Erasmus die in Basel zeer veel geweest is, maar met tekeningen van Hans Holbein erin, dat daar bewaard is. En natuurlijk Jurk Konzet. Ik heb Jurk Konzet leren kennen via een oud student die bij Gigon Goeier heeft gewerkt. En dan de eerste lezing van Jurk Konzet heeft Jos hem uitgenodigd aan de TU Eindhoven. Maar sindsdien heb ik die altijd dat werk gevolgd en het is genialiteit. Het was ook voor mij zo interessant dat ingenieur en ingenieus maar één letter verschil is. De sublimiteit van die structuren van Konzet. Maar nu ook zijn er meerdere, Schnetzer, Puskas, die werken met alle grote, Christoen Gantenbein enzovoort. En dan zie je ook hoe dat die krachten in die gebouwen, dat proberen te zetten om tot... Die vormgeving is niet zomaar een vormgeving van een architect, maar dat is altijd in samenspraak met een... met ingenieurs. En dan ook weer een studiegids met studenten gemaakt, Basel Zürich, of mijn eigen boekje enzovoort. Ja. Dus eigenlijk studiereizen om te leren kijken, de studenten bewust te maken van het feit dat je eigenlijk altijd leert en altijd met de ogen van een architect naar de wereld kijkt en dat het ook goed. Dat heeft mij geleid tot het begrip Haus, die je identiek zegt in het Duits als in het Engels, maar dat in het Duits veel meer betekent dan in het Engels. En Hauser was een student van ons in de TU Eindhoven en die heeft een boekje gemaakt, Mark, ik weet niet wat die noemt, is, maar dan kan er niet opkomen, en die heeft 310 betekenissen van het begrip huis aangeduid in zo'n klein boekje. Dat is fenomenaal. Meer familie in huis, hooghuis, vaarhuis, noem het maar op. Al die dingen. En dat heeft me geboeid van, kijk, kun je nu het begrip huis, want wij zijn onze Nederlandse taal is afkomstig van het Germaanse, maar we hebben de Engelse taal aanvaarden we altijd meer en meer. En goed, als ik in Venetië was, in de Frari-kerk, zag ik het linkerpaneeltje, 1468.
En als je de Quaderni Azzurri van Rossi hebt, in het zevende boekje heb je Architectura Analytica en heb je de tekening rechts. 500 jaar zit daartussen. Het is hetzelfde. Maar kijk naar de architectuur van het paneeltje van 1468. Het is zo van vandaag. Dat was iets dat voor mij, wat is modern? Ik weet het bij God niet meer. Maar er is iets dat doorgaat in de architectuur, is doorgaat in analytisch nadenken, reflectief nadenken enzovoort. En dat leidde tot een paar oefeningen, onder andere aan de EE is dat gestart, Casa del Fascio, een Japanse student die een stuk decor maakte voor de keizer van Japan. Ik wou dat helemaal uit elkaar nemen, maar er is Mussolini ten opzichte van de Japanse keizer, twee dictators. Dat is de opera, de dramatiek. Of Carolina die woonde met zicht op de Acropolis in Athene en die zei van ik wil een architectuurding maken, Schinkel, Pommers, Mies van der Rohe. Alles gerelateerd in één plan. En het ligt zo dicht bij elkaar. En ik maak een paviljoen op Schloss Charlottenburg. Er staat er maar één van Schinkel, maak een tegenpaviljoen. Bij dag kan ik binnenin bekijken, omdat het licht van langs achter valt te plannen. En bij avond, bij nacht, kan ik van buiten naar binnen kijken, want dan zie ik de tekeningen als het paviljoen verlicht is. Of Spiros, die was ook uitgenodigd in de tentoonstelling in Antwerpen, voor een ILO in Schudeveld, van wat gebeurt er als ik alle muren, alle gemene muren doortrek, tot welke architectuurstaal kan ik komen, tot welke structuur kan ik komen. Ook weer een student, dat is nu een wedstrijd trouwens voor, bij de Brusselse bouwmeester voor het Rogierplein. En het was het architectuur van pompen, dan zei van kijk, maak daar iets mee, er is daar een plek die daar niet meer klopt. En zij maakt daar een Hans ding erboven, ook andere. En de meeste van deze studenten dan, dat is eerste master, hè, dit werk, eerste master in Antwerpen. En die gaan dan verder, die gaan bij andere architecten gaan werken. Thibault bij Kuhn Malvezzi bijvoorbeeld. Die vertrekt dan naar Berlijn, die gaat daar, die komt dan. Maar dit vind ik een heel interessant ding, omdat de trappartij die aan de buitenkant hangen, die noodtrappen zijn in feite de structuur maken van het gebouw. Dus hij mixt die twee dingen. En dan de vraag naar de tekeningen. Ik probeer ook altijd zo te zeggen, zijn er hier een paar studenten die het al weten. Hoe kan je een werk, een architectuurwerk, in één tekening tonen? En links is een werk van een student die altijd iedereen in van zijn school zegt heeft van wat die jongen nog heel ongarm. De ongarme mentaliteit. En die zei van, tegen mij van ik wil de ganse Redentoren tekenen. Oké, doe maar. Met pen, op een blad papier, 1,20 meter of 2,40 meter. Axonometrie van langs onder, plan en alles in aanzicht, dus van binnenuit, die ganse Redentoren getekend. Of deze, die de San Giorgio Maggiore, en elke keer als het doorsnede wijzigt, is er een nieuwe doorsnede gemaakt en die panelen in plexi hangen net op die afstand, zodanig als je recht kijkt, zie je doorheen de kerk en als je los kijkt, dan zie je de separate dingen. Dat was Arnhem, daar heb ik dezelfde house-house ding gemaakt van kijk, kun je in één tekening een analyse maken, zij het formeel van de gevel, dus tyrannie of de systematiek van Christen Gantenbank is het dan hier geworden. Links is het loos-house van de twee plannen die moeilijk zijn om als ruimte te vatten in één tekening, en dat is dan perspectieven van boven en beneden op één plan. En rechts vind ik een heel interessant ding, dat is de Casa del Fascio, gerelateerd aan een Milanese cortile woning. Wat ook oorspronkelijk de bedoeling is geweest van de burgerlijke woning, die Tirani wou nemen als beeld, als archetype voor zijn Casa del Fascio, en dat in één tekening gezet. We hebben ook maquettes gemaakt in Arnhem, analytische maquettes. Boven is de Moersinska Galerij van Diener en Diener. Dus rood zijn de tentoonstellingsruimtes, zwart zijn de dienende ruimtes van kantoren en dergelijke meer. En op een bepaald moment hebben we alles verticaal gezet, waardoor het alles plots een ander beeld kreeg. Of onderaan een boek van het Huis Giet. Je slaat de bladen open en je hebt die doorsnede die bij zich.
Dus elke keer als de doorsnede wijzigt, heb je een ander plat. En daar is het huis als een idee uitgekomen. Dat heeft te maken met in Arnhem dat ik uitgenodigd was en voor een workshop. En ik dacht van, kijk, ik moet misschien iets, een keer iets heel simpel maken. Ik vraag aan studenten, wat zit er binnenin deze breugel? Breugel is niet dat. Een anekdote is, maar dat is een grapje onder ons. Wat zou er nu binnenin die toren zitten? Want we weten dat hij heeft er een paar geschilderd, maar we weten dus niet wat er binnenin is. En ik dacht van, kijk, een gebouw, kubus van 10 op 10 op 10 meter, 5 ruimtes, geen functies. Als ik ergens kan staan, een meter op een meter, is het ook een ruimte. Maar ik moet een ervaring hebben van ruimte. En in Arnhem zijn de linkerbeelden gemaakt door Gert-Jan en door Johan. En het was, je ziet er met het ene gat. Dus alles is uitgehold, dat is allemaal met wax gemaakt, 1200 theelichtjes. In de HEMA gekocht, gesmolten in de keuken. Maar zijn moeder was dat aan gaan kopen, even een anekdote van een grappig zo. Nou, mevrouw, gaat u met een nieuwe parochie beginnen? rechts, wat, links daarvan is een 50 plan, want als je een doorsnede van een plaat van MDF 6 mm is dat net op 1 op, op 1 op 33, is net een trede. En dan ga je dus de trap naar boven. Totdat je boven komt, dan ga je via die trap, via een andere trap weer beneden en kom je dus die ruimte tegen, maar je hebt ook één grote binnenruimte. En zo heb ik altijd heb ik een paar keer die kunnen doen, totdat we, ook in Antwerpen. Rechts was er iets dat enkel maar zichtbaar was met vislijnen, met licht erop. Dus de totale ruimte was weg, alleen waren de ribben er met die vislijnen. Dus men ging tot op een bepaald moment, men ging heel ver, maar deze vind ik heel mooi. Dus hoe dat je het open doet, zie je een totaal ander iets. Je hebt die twee holle ruimtes op deze manier, maar je hebt het ook als amfitheater en als koepel als je die box op een andere zo open doet. Of het Casa Rotonda, die uitgestretched is, of rechts. Ik denk dat studenten altijd slimmer en slimmer worden, hè, want je kan dat niet begrijpen, hè, dat je een werk maakt met 6 van die vlakken waar het volume en trappen aan hangen en dat je elk van die vlakken er kan uithalen, 180 graden draaien en er weer insteken en dat het nog altijd kan. Maar met een andere systematiek. Ik begrijp dat niet meer. Ik denk, als ik nu moet studeren, dan haal ik het diploma niet meer. Jerke had iets van 4 kubus in elkaar met een trap. Dat klopte als die 4 in elkaar zaten, maar als die 4 op elkaar gestapeld worden, dan klopte dat ook. Die trap ging maar door. Dan denk ik van, manneke, je bent 22, eerste master. Wat ga je worden? Allee, ja. Zijn dat nieuwe Borromini's die hier staan, of wat is dat nu? Dit is evident. Ik denk dat we een beetje door moeten, maar het... Ja, mijn excuses, maar het wijst tot dit verhaal met Leo. En de presentatie bevat, sorry. Ja, maar oké. Maar dit is misschien voor studenten wel grappig of zo. Nee, maar het wijst er wel op hoe ver je gaat met studenten. En dan heb je dan bijvoorbeeld de ADSL-week die er in Antwerpen waren, waar heel de internationale scene die van Wapen op dat moment was werd uitgenodigd om zowel ontwerpstudio's te geven en te koppelen aan een lezing. Het wijst op de veelzijdigheid en op de diverse invalshoeken. Alles is architectuur die je moet meegeven in de manier waarop je lesgeeft. Maar dat is dus, ja, soms geef ik van een van die domme dingen, maar dat weet dus wel studenten hier ook, van misschien, mogelijk, eventueel, willen, mogen, kunnen, zomaar gewoon een soort van, dat mogen ze bij mij niet zeggen, maar hier in Nederland mogen ze ook niet zeggen, leuk, lekker, gezellig. Daar kan ik er nog aan toevoegen, dat is ondertussen. Maar studenten vroeg ik altijd, het gaat over een manifest. Manifesto is de media, manifesto is, design is part of the manifesto. Maar dit is Beatrice Colomina natuurlijk, waar we vertrokken zijn. En deze nieuwe media zijn nieuwe manifestos. En studenten gingen verder van onderzoek van wat is niet-referentiële architectuur, wat is zelfreferentiële architectuur. Die begonnen dan afstudeerprojecten, die heb je nog gezien, hè, van op een krater in Saoedi-Arabië, een nieuwe stad die een ringvorm heeft enzovoort.
Of het onderzoek naar wat Oculus is, wat het Embrace of Shadows van bepaalde boeken van Atmospheres van Zumthor en hoe kan ik tot een eigen architectuur staan om terecht te komen dat op de evenaar moet staan en dat dan net die zon daar binnenkomt. Wat gebeurt er als ik... dat valt niet weg. Op het eiland Jura of het Imaginair Museum in Genève op basis van André Malraux. Dus die begonnen dan voor, dat is ook jaarprogramma weliswaar. Dus, en dan heb je de ADSL, wat Katrien ook zei. Had ik de opdracht om, dat was 1 week workshops en lectures. En het ging van sampling, wat een heel formele benadering is, tot consistency, maar wat is die, dus 9 jaar zo achter elkaar. En altijd minder en minder vorm, maar altijd meer en meer. Verdwijnen of niks. Leaflets maken, posters maken en dan mensen uitnodigen. En je ziet al wie allemaal, Malvetzi, Kuhn, Concept. En dit de hele waslijst van mensen, ook Wim is geweest, Wim van den Berg. En het is wel heel mooi om van 2008 tot 2016 al deze mensen te kunnen te mogen ontvangen. En het jammerlijke is dat daar nauwelijks iets mee gedaan is achteraf. Nee, nog altijd met spijt van. Geen geld, geen mogelijkheden, geen interesse, whatever. Maar die workshops, die resultaten waren wel door Asfijtje, die in de ELS geeft, of hier, Philip Geerts, die aan de TU Delft zat, dat soort dingen. Valse perspectieven met Bondavalli, Marcello Bondavalli, in Studio Bok. En dit vond ik nog Florian Fischer met Riem Almenay. Schaal 1 op 1, helemaal in karton, cellen Dommans van der Laan. Groepen van 4 studenten, elk in cel. Eerst het ontwerpen, in de geest van, en ze dan naar alles. Scharnieren, deurkrukken, boekjes, alles in hetzelfde bruin karton. Plan van een stad. Of ruïnes, Alexander Bartscher, die het begrip van die ruïne projecteerde. Dus ik kan natuurlijk op die ideemodellen niet fantastisch. Ik vind die tekeningen of die samenstellingen nog altijd fenomenaal, dat het verdubbelingen, dat het andere architecturen geeft enzovoort. En het frappeert me dat nu in Architeze, in de voorlaatste nummer, dat soort dingen ter sprake komt en dat dat bij ons al 5 jaar geleden was. Met ruïnes, met dubbel settings van. Wat kan je gaan in de natuur en dat wordt dan in een keer de stuw dan? Of wat kan je Hagia Sophia met een boorplatform bij elkaar duwen? Kun je andere architecturen teweeg brengen? En dat zijn dus die collages of die assemblages die nu in architecten ter sprake komen. Of de deze, die vind ik fantastisch. De vraag, in welke stijl moeten we nu bouwen? Dan Mathieu Welder. Vriend van Joost Meemsen, zei van welke stijl moeten we nu bouwen? Libeske, Thierry, Schinkel, Palladio, Hadid, Colas. Wat is het nu vandaag? En dit vind ik, dit heb ik heel gisteren gevonden. You don't need to be an architect to design buildings. I see more designers doing buildings and I think we're going to see it more and more. Wat is onze taak nog? In dit instituut? Wat is onze taak nog? Wat is de taak van studenten hier? Als het allemaal designers kunnen zijn. Denk, dat had ik zei, want ik denk dat we veel aan het verliezen zijn. En wij zijn zo stom om het over te laten. We moeten laten pikken. Oh. Ja, dat heb ik ook nog proberen gedaan. Er zijn al een aantal kenmerken die terugkomen in het bouwen. Een uitgezuiverde architectuur. U werd gerekend tot een minimaliste. Maar eigenlijk is uw werk absoluut niet minimalistisch. Gelaagdheid, dat is waar met een visuele eenvoud. Maar er zit heel veel in de architectuur, in het gebouw. De maatvoering, de bouwonderdelen, de geometrie, getallen, niks, dat komt allemaal terug. We hebben 4 projecten uitgekozen. De meeste kennen jullie wel hoor. Sommige zijn overgepubliceerd. Eerst is het huisje Baardegem. Het is 7 op 10 meter, 7 meter op 18 meter diep en 10 meter, 7 op 7 vooraan. Voor het koppel van
man-vrouw zonder kinderen, met zicht, lens op het landschap. Nauwelijks met beleid erin. Ze hebben enkel nu 3 Corbusier-zetels, 1 sterrenkijker en 3 paarden. That's it. En het is een huis zonder deurkrukken of zonder plinten. Ik zeg het altijd pejoratief, maar het is ook zo. Maar je moet dan maar bedenken welke deuren dat je maakt als je geen deurkrukken hebt en welke, hoe dat je die aansluiting maakt van vloer op wand. Houd dat in je hoofd, want straks komt dat beeld terug. Maar dit is werkelijk zo. Hè. Dit is niet getruckeerd voor een valse fotograaf. Mensen wonen daar echt in. En die hebben wel een plant die ze gekregen hebben van de buren, maar die staat in de garage en die komt enkel in de woning met nieuwjaar. Als de buren komen op een dag zeggen, dan gaat die weer in de garage. Sanderus, dat is Machtel, die landschaparchitect is. Trouwens, de opdrachtgever van het eerste is een interieurarchitect. Dus, Machtel had een drukkerij geërfd en wou dus een nieuw gebouw. Er is een bestaande hangar afgebroken. Dus het huis dat ervoor stond, is bewaard gebleven. De bedoeling was om dat eventueel later uit te breiden. En, dus dat komt van indrukken, uitdrukken. Want wat voor mij is de indrukken die ik gelezen en gezien heb in Zwitserland, heb ik proberen uit te drukken in dat gebouw. Maar het is ook natuurlijk drukken, het is een drukkerij. Dus daar speelt dan de woordspeling een rol. Het is een heel minimaal in budget. Dit is tot op het uiterste doorgedreven. Maar wat het wel heel mooi was, is deze ruimte. Wat het, de mensen die erin werken, die 49, uiteindelijk nog een keer daglicht zijn. Die hadden dat niet in het vorige gebouw. En nu komt het, is het blauwe hemel of is het zon enzovoort. En ik vind het wel grappig dat drukkers daar staan met een zonnebril. En dit is recentelijk gebeurd. We hebben een voorbouw die je daarnet zag, hebben we afgetopt, dak weg en een nieuwe wanden er rond, nieuwe gevels er rond, ook weer in het indrukken, uitdrukken systeem, maar ook stapelen. En alsof dat er vellen papier gestapeld zijn en daardoor een expressie hebben. Natuurlijk, jullie zijn snugger genoeg en architect genoeg om te weten dat er in Berlijn iets is en dat er Mies ook wel zoiets gedaan heeft en verder enzovoort. Dus ik wou een derde zijn in de rij. Een beetje ambitie. Escada, ik vind dit wel een interessant ding. En jij hebt dat ook altijd bedacht, hè? Maar dus Vlaanderen was daar echt radicaal resoluut tegen dit project. De bedoeling was van een nieuwbouw te zetten en dat kon uiteindelijk niet meer. Werd niet aanvaard door monumenten en landschappen. En dan hebben ze gezegd van kijk, er moet een deel van het gebouw laten staan. En ik vroeg welk deel. Als reactie, ik wist ook wel welk deel dat moest laten staan. En die antwoorden, ja, je bent snugger genoeg om te weten welk deel. Ik zeg, ja, natuurlijk, het metselwerk. Zie je het wel? Dus het metselwerk is gebleven, al de rest is weg. Dus de pijl van 20 centimeter is gebleven, al de rest is uitgehold geweest. Aannemer zei, als je mij nu nog 1 centimeter vraagt, dan vlieg je buiten het spel al in. Oké. Okay. Dus we hebben een ganz nieuw project er kunnen inzetten. Maar dat heeft dus wel te maken, dit is voor mij, voor ons was dat geen façadisme. Want je werkte met de gevel en je maakte daar nieuwe dingen in. En je maakte dat die ruimtes binnenin klopten met de gevelsystematiek en dergelijke meer. En we hadden boven een klein appartementstudio. En we wisten als we daar een terras maakten, dat we daar de Sint-Rombouts-toren zouden zien. Dat het mooiste terras misschien zou zijn van Hans Mechelen. En zo zit het dan natuurlijk in die context van de stad. Je bouwt dus aan die stad, maar je laat bepaalde fragmenten staan en je bouwt verder doorheen al die fragmenten. Voor Vlaanderen was dat toen uit een boze. En we gaan nog op zo'n ding komen hoor. Dit, maar dat kennen jullie, dat kunnen jullie van buiten, dat kunnen jullie waarschijnlijk allemaal. Wel, dit is een project dat 15 voorontwerpen heeft gekend hier in Maastricht. In eerste instantie gebaseerd op Bill Viola en Giacomo Pontormo van The Greeting. 3 gebouwen die elkaar groeten en die bij elkaar staan.
Maar in Maastricht, en u kent waarschijnlijk ook wel projectontwikkeling, men verkoopt dan een deel en men maakt er winst op. Hè. Het kleine deel is nog altijd meer waarde dan het deel dat men al verkocht heeft. Dus hoe meer dat men verkoopt in die periode, hoe rijker dat men werkt. Dus, een systeem dat ik nooit begrepen heb. Maar ik vond het wel. Ik wou een kristallijn gebouw maken. Jokoenen zei, dit is het laatste gebouw van ceramiek. En maak iets anders dan wat ik tot hiertoe gedaan heb. Zeg, jij bent een grappige. Je doet alles in baksteen en dan vraag je mij iets anders. Terwijl ten opzichte van de anderen vond ik dat frappant. Maar ja, Ersbergen was ook al een beetje een moeilijk verhaal. En, dus ik moest daar tussen Ersbergen en MBM en dergelijke voor komen. Dus wij hebben 15 projecten gemaakt. Het was op bureau van Jokoenen. Paul Kuitenbrouwer was daar trouwens ook altijd als onderhandelingspersoon. De foto boven is wel grappig, want daar zie je mijn medewerker Peter Swinnen, die later Vlaams bouwmeester geworden is. En Peter heeft bij Jokoenen heel veel geleerd om bouwmeester te zijn. En de inspiratiebron natuurlijk, het is natuurlijk het Maastrichts gebouw met de omlijsting, het witte gebouw met de omlijsting, maar het is ook Sphinx, het is ook de glans van porselein bij manier van spreken. Het heeft ook natuurlijk met Terranje te maken, met een grote fascinatie. En het heeft ook met het random dingen die je daar in de omgeving vindt, van latwerk enzovoort. Dus, in feite is het in situ en contextueel en referentieel en dergelijke meer. En op die 15 voorontwerpen is het bouwbesluit ook 3 keer gewijzigd. Hè. Was ook grappig. We zijn dus een verdiep kwijt geweest van boven. Dat moest een ziggurat worden. Een mastaba ziggurat van Adolf Loos. En dat was dus ook van boven. En het laatste dat ik hier wil tonen. Dat is weer de zwaarte van het teken van de foto. Is het eigen kantoor. Was het? Ja, het eigen. Het eigen kantoor in Brussel. Ja. We merken dat het projecten gezocht in verschillende contexten. Thuis in Wageningen, de landelijke context, de suburbane context voor de drukkerij, de verbouwing in Mechelen en dan het eigen kantoor in de stad. Dus eigenlijk om aan te geven hoe divers en kleinschalig de bouwopdrachten zijn geweest. En een paar uitstappen naar dus gemeenschapsbouw, studentenprojecten in Brussel. En dit is een achterbouw in Brussel. Jullie hebben dat gezien, denk ik, of weet ik niet, met de rondleidingen. Met het werk van Pieter Daansbro erin. Wij zitten daar dus in tot in december, november, en dan gaan we eruit. Dat is een ander verhaal, dat komt zo niet. Dus we binnenkoer en dergelijke meer. Dit is een nuchter bouw. De achterbouw was speelgoedmagazijn, dan was het wijnopslagplaats, dan was het een werkruimte voor pitabroodjes en dan was het architectuur. Dus dat u naar boven ging of naar beneden qua inhoud, dat weet ik niet. Je ziet de ruimte die heel nuchter is gebouwd. Af en toe waren er andere meubileringen en dergelijke meer. Ik had u wel laten zien dat we de gevel hadden, die is 2 verdiepen, al de rest van de woning in de straat zit 5, 6 verdiepen. De uitbreiding was 2 verdiepen meer. Maar men bouwt daar nu, vandaag, blikken dozen op, als optoppen. En voor mij kon dat niet. En ik wou in diezelfde taal verder bouwen, een beetje met de textuur van, of vormgeving van Fernand Pouillon, maar dat het dat 1 eenheid was. Dus ook een beetje de Alt-Nooi gedachte van Miroslav Seck. En dat dat niet altijd zo een blik in of gouden doos moet zijn erboven. Want ik begin ervan te bouwen, wat doe je dan erachter? Nog een keer een kroon boven zetten of niet? Dus dat was mijn eigen. Ah, toch wel, hier is het. Voilà. Zie je, dus je hebt die bestaande gebouw, gelijkloos eerste, tweede, en dan is er 2 verdiepen bovenop. En dan zie je dat een beetje uniform begint te worden. De bedoeling is dat het dezelfde kleur wordt, hè? Achteraf met dezelfde bepleistering. In plaats van daar een andere architectuurstijl, maar dat je dus vertrekt van iets wat het gegeven is, en dat is, het zou de appartement dan zijn voor de eigenaar. En wat dacht je? Dat gaat niet door natuurlijk. Snel nog even een totaal ander iets. Publiek. Ja, een theater aan de Leioever, oude Leioever. En
in generositeit wat spelen, soms theaterstukjes af met de kunstenaar Roger Raveel. En dan heb je zo'n theatertje aan de ding. Links ziet u een schilderij van Raveel. Hij woonde daar, hè. En ook Gerard Reven woonde daar trouwens. En rechts is een ontwerpje van mijn fontein dat ook een vierkant is. En dat is gebaseerd op die schilderij. Ja. Scenografie. Nee, dit is een stukje waar ik vraag wat tentoonstellen is, omdat we in de tentoonstelling over meubelontwerp en design ingegaan zijn op de scenografieën. Je hebt er ongeveer een zestigtal gemaakt. En een heel belangrijk facet daarvan is de dienstbaarheid die je als scenograaf hanteert. En eigenlijk ook het letterlijk uitleggen van het woord tentoonstellen. Ja, tentoonstellen, maar dat doen we altijd met layout, uitleggen. Dus in een tentoonstelling leg je uit waarover het gaat. Er zijn heel veel scenografen die hun eigen ding doen en dan in één keer, ja, ziet daar dan wel wat pot en pan en schilderijen en manier van spreken. Maar voor mij ging het erover, altijd over van probeer uit te leggen waarover het gaat. En doe daar iets mee, dat je dat ding ook versterkt. Dit was trouwens Dominique Payeni van het Le Frenois, die het begrip scenografie. Je zei tegen je moet dat splitsen. Want je schrijft je scenografie ook en je maakt ook boeken enzovoort. Dus voor hem was het dus niet scenografie in één woord, maar scenografie in twee woorden. En dat is wel... ja, je vertrekt van iets wat je ziet, alleen ik toch, ziet de objecten waarmee dat je iets moet doen. En daarmee maak je op basis... En het is wat het... Ja, we hadden het er ook over curare. Zorgen voor iets en zorg dragen voor iets. En je draagt die zorg in een tentoonstelling of die objecten die je krijgt tijdelijk. Probeer je op een voor zorggedragen manier ook tentoon te stellen. En daar gaat het me altijd over, die 60. Ik weet het nu niet meer. En we hebben er een paar uit geselecteerd, onder andere de eerste die ervoor dat Katrien me gevraagd heeft. In de reeks die jij gemaakt hebt, want je hebt er heel veel gehad. Ja. Dus er is wel een hele reeks tentoonstellingen die te maken hadden met jonge architecten die hun eerste monografische tentoonstelling kregen, gekoppeld aan een publicatie. Er was een reeks met internationale architecten die ook steeds opnieuw werden uitgenodigd om een scenografie te maken in die hele typische ruimte van de Singel. Die bestaat uit een helling en dan een 80 meter. Weet iedereen wat de Singel is, behalve de Billyring in Antwerpen? De Singel is een kunsthuis en niet een ring op Antwerpen. Niet alleen een ring op Antwerpen. Ja. Dus de tentoonstelling, de eerste tentoonstelling die we samen gemaakt hadden, die bestond eigenlijk, en dat is altijd zo knap aan de tentoonstelling van Christian, dat ze niet alleen het werk uitleggen en tentoonstellen, maar dat ze ook altijd een één-op-één beleving van de ruimte zijn. En dus kregen we hier op de helling een tafellandschap. Dit heb ik ontworpen. Ik was in het bureau van Alvaro Siza. Ik was aan het wachten naar Siza en soms kun je daar uren naar wachten. Naar hem en denk ik heb hier tijd, ik ga met mijn ontwerp maken, dus ik moet dat wel geestig om dat zo te doen. Ah ja, oké. Maar goed, en dat is op die helling die enerzijds heb je op het raam van Stijn een 74 centimeter hoogte zit een horizontale band. En dan dacht ik van oké, dat is een hoogte die wij kennen, van tafelhoogte. Aan de andere kant van die ruimte van die helling was het plafond dat zo hoog. Dat was 2,56 meter en denk ik, dat is een ruimte, dat is 2,56, daar kun je iets mee doen. En ik trok dat dan door en dan op die helling was het een soort labyrint. Verhouding 3:7 met een opening daarin. En je kon daar dus ingaan en als je naar boven ging, dan was het in één keer dat je geblokkeerd stond, want je kon niet meer weg. En je kwam dus boven uit het vlak dat je kwam, moest je weer naar beneden aan de zijkant door. Dus dat was het verhaal van die, en ook... De onderkant van dat vlak was allemaal in een hele mooie structuur gemaakt. En dan had ik het idee van, ik wil bouwen in mijn leven. Ik wil bouwen, ik heb nog nauwelijks iets gedaan, dus ik wil hier ook. En dat had die reflectie.
Maar ik vind die foto beneden vind ik zo mooi. Onze twee grootste architectuurcritici, Geert Beekhart en Marc Dubois, die daar in de ruimte staan te koekeloeren naar dat plafond. Nee, Marc naar het opening. En Geert Beekhart met zijn vrouw naar de structuur. En dan had je als uitgewerkt op, zoals behangpapier op de wand, met dan af en toe een tekeningetje erin enzovoort. En dan op het einde alweer een werk van Pieter Danske. En de codering natuurlijk, en het gaat door. En is het niet maar omgedraaid, is het nu een einde? Nee, het is het en het gaat door. 2002 uitgenodigd voor een manuscripten tentoonstelling. Natuurlijk moeite met dat manuscripten, omdat ik zelf altijd met de hand dingen schrijf enzovoort. En dus waren 102 oude manuscripten, ook van het Getty Museum, die toekwamen. En in de refter van het groot seminarium. En we hebben tafels ontworpen die net even groot waren als de tafels voor waar de seminaristen aten. We hadden vroeger die 100, er zijn er nu nog 15. Toen nog 15, nu weet ik het niet meer. En de tafels waren dus zo, op die manier, als je zo'n manuscript hebt, dat is vrij dik, en als je dat openstaat, dan heb je die vorm. En dat was ook zo, maar dan had je twee hoogtes die je daardoor ook kreeg. Je kan dus zitten en het manuscript bestuderen, of je kan rondlopen en op de hoge tafel een snel parcours, dus het gaat over een snel parcours en een traag parcours. En in die ingesloten geklimatiseerde ruimte, maar alles zat qua silica gel enzovoort, zat in die 6 centimeter van het tafelblad ingewerkt. Dus je zag niks meer. Alles zat daar minimaal in, maar dus met het plateautje waar het boek op lag, met een spleet van 1 centimeter, waardoor het net voldoende gaf voor de silica gel voor het boek. Die tafels zijn nu nog altijd in gebruik trouwens. In Brugge worden die voor andere tentoonstellingen gebruikt. Zeeuws Museum. Dat was Valentijn Bijvank, die uitgever was, of directeur was, die nu hier directeur van Maritz is. Je zegt het toch zo, hè, Maritz? Maritz. En die had die idee om, die had de opdracht, die kwam van de Metropolitan, dacht ik, om van het Zeeuws Museum in Middelburg een actueel iets terug te geven. En de 22 kamers die op een eigen manier allemaal een eigen inhoud, een eigen vormgeving moesten krijgen. En ik was in feite voor de museale opstelling van de ruimtes, dat ging, we zagen niet over de plaatsing van de objecten, maar ook niet over de interieur, dus ook niet de trappen en de liften enzovoort. Dus werkelijk het ding ertussen. En het was wel, sommige dingen ben ik nog altijd blij om. Er zijn al veel zalen verbouwd. Dus het gaat soms zo snel in Nederland. Als er een andere directeur was, dan komen er andere dingen. Maar de vriendin van Valentijn, die was op MTV presenteerde die video's. En de video's werden hier gemaakt door Paul en Menno de Nooyer. En zij had via haar kennis muziek van echt hevige, noem het disco, maar het is geen disco. Het is actuele muziek. En het was heel, heel frappant om die modeshows met die klassieke klederdrachten te zien. En die beweging te zien, die klederen die je dan wel in die vitrines zag, maar dan zag je door jonge Zeelanders gedragen. Waardoor dat het een nieuwe interpretatie gaf. En dat was ook ZL, Zeeuws Leven. Dat is in feite een remake is van de Z van Zara. Dus Hans die beeldspraak en die metaforische referenties zaten er allemaal bij. Een zaal voor tijdelijke tentoonstellingen. Hier was het Jan Toorop op dat moment van de opening. De zaal van de Beeldenstorm. Daardoor waren delen stukken waren zwart, andere stukken waren... Het was heel, heel grappig. Wij moesten dus zorgen dat de vitrines inbraakvrij waren gedurende 6 minuten. Met iemand die met een hele koffer met hamers en al moet daarmee binnen geraken in dat museum. Met mijn koffer met hamers, want 6 minuten mocht die man slaan en hij mocht niet aan dat ding geraken, aan dat object in die vitrines geraken. Daardoor zijn die ook zo zwaar. En als puntje bij paaltje kwam,
dan leggen ze er kopij in, want origineel zat men in de kluis. Maar er zijn de verschillen, hier zie je dus heel veel verschillende interpretaties van de zaal. Misschien kennen jullie nog het linkerbeeld bovenaan, die heeft ook nog niet een cover van de Avenue geweest. En dan zie je wel op die vitrines de eerste setting van ledverlichting. Als je nu ledverlichting hebt, dan kun je wegwerken tot en met. Toen was dat niet, dat was allemaal heel visueel. Dat is, ja, is 11 jaar geleden, dus hoe snel dat die dingen gaan. Maar dit is de trots van Zeeland natuurlijk. Dat zijn die wandtapijten die de zeeslagen van Zeeland tonen, die allemaal in perspectief geweven zijn vanuit één standpunt. Eén standpunt die zou binnenkomen, want het is allemaal in hetzelfde perspectief. Dat je moet het dus op één bepaalde manier ook hangen. Dat was zo. En dan de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Koffers, alsof dat die koffers van de boot kwamen, zo de zolder opgebracht, binnengebracht en kwam je binnen met een vol met kabinetten, curiositeiten, kabinetten. Maar dat zijn mummies en wat weet ik dan, opgelegde dingen en kleren en pluimen en alles wat dat dus die VOC ooit heeft meegebracht. Cafetaria, inkom, dergelijke dingen allemaal. Maar ik moet zeggen, ik ben nog altijd heel blij en Valentijn heel dankbaar, want die heeft daar echt voor gevochten om dat ding gedaan te krijgen. Dat was ook niet evident daar. Maar ja, één keer gedaan, hij mocht weg en ik mocht ook weg. Zo is het leven. Hè. De tentoonstelling waarover reeds sprake, de single. Ja, dat is Baby Warburg. Dus Hans die samenloemen en de manier waarop hij dingen bij elkaar zet, is toch wel een belangrijk moment geweest om over na te denken, om die tentoonstelling te maken. En zoals Katrien zei, schaal 1 op 1. Ja. Dus daar heb jij het idee gehad om het huis in Waardegem 1 op 1 in textiel te herbouwen. Het op te vatten als een tent, de oervorm van architectuur. Zodanig dat er eigenlijk twee beuken ontstonden, maar dus de indeling zoals we ze vanavond bespreken, enerzijds het onderzoek en het engagement werd tentoongesteld en aan de andere kant het bouwen, met dan in de tafels die je ziet aan deze kant, waar het studentenwerk werd gepresenteerd en het mentorship. En er is een omdraaiing geweest, dus waar het normaal gezien zou je het dak van de woning verwachten, hè, dat ook meegaat met de binnenruimte, maar de bedoeling was om hier een piazza te maken, een open ruimte. En het hele dak zat op de zijkanten, waardoor dat er een vals perspectief teweeg bracht. En dat was dus feit op hommage aan Francesco Borromini en Galleria Spada, dat je daardoor kreeg. Maar in die binnenruimte, die middenste ruimte, ik wou ook een beetje 8 tentoonstellingen om de 2 weken. Uiteindelijk was dat zeer snel, maar dat heeft wel gewerkt. 8 mensen uitnodigen om een tentoonstelling te maken. En de zijkanten waren wel volledig zoals die samenloemen van Edi Warburg. Alle tekeningen. Er zijn veel zaken die we nu vanavond niet besproken hebben enzovoort. Maar het zat daarin. En dus de eerste was Roberto Cremascoli, met wie dat we de woning van CISA hebben. Enfin, hij als medewerker van CISA, maar die nu nog altijd voor CISA werkt, deels. Pieter Daansbureau en dergelijke meer. Komen er nog net op een paar andere toe. En je ziet ook dat die tekeningen die je daarnet gezien hebt, dat die daar allemaal op het vlak van de tafels waren, boeken en allerlei andere dingen. 110 tekeningen ingekaderd. En hier zie je die twee kanten van die vernauwingen, tot op het einde, op 60 centimeter, je kon de objecten werkelijk aanraken. Eerst op afstand en dan werd je altijd meer en meer. De objecten werden daar ook kleiner, zodanig dat ze procentueel ook. En dan werden dus in die middenruimte zijn er mensen uitgenodigd geweest. Hier is Willy de Sauter. Met een tekening die hij gemaakt heeft 20 jaar geleden van het Siedlunghaus van Loos. En dan allerlei bewerkte houtstukken op die tafel. Ante Timmermans met een fantastisch mooie tekening, 240 op 360. En je gaat van architecturen, waar het ook Loos bij zit, tot en met het ganse landschap dat gebouwd is.
Of hier Jozef Bisschops met Elmar en met Kim Zwarts, met een hommage. Of de referentie, ik had die tekeningen hier gezien. Hè. Ik had het boek hier gezien in Maastricht, in de tuinkamer. En ik dacht van, dat is wel fantastisch mooi. En ik ga hen uitnodigen om daar een onderdeel te maken, één van die acht werken, één van die acht uitnodigingen. En dan had je het boekje dat op tafel lag, een fotootje van Rudolf Schwarz en de kazavel en dergelijke meer in ontwerp, lag in die vitrine. En dan twee fantastisch mooie foto's, één van de zoveel van Kim Zwarts, daar aan de wand. En, we hebben heel lang gediscussieerd, Kim en ik, over het belichten van die ruimte. Totdat we die idee hadden, we gaan de wand belichten. En daar werd het zo vaag, paal, dat wit. En dat had te maken natuurlijk met de Frondagnam. En dat ook zo een beetje dat vage heeft en die vage structuur die erdoor komt. En het was zo van, ja, dat is het. We gaan dat werk niet belichten, we gaan die wand even belichten. Dat was wel heel mooi. Milaan, daar heb ik net al voldoende over verteld. Katrien was curator. Ja, dus een design tentoonstelling waar ik eigenlijk naar aanleiding van een boek van de Architecture in France, die jonge generatie van 74 en mijn buiveren, die hebben we toegelicht aan de hand van verschillende invalshoeken. En daaruit is een tentoonstelling voortgevloeid die dus de meubels en hun attitudes ten opzichte van interieur naar buiten brachten. Of tentoonstellen. En Christian heeft voor de tentoonstelling daar het thema Milaan opgenomen en ook de eigen meubelen, de eigen scenografieën tentoongesteld. Dus hier zien we twee tafel ontwerpen en dan Rossi, de stoel van Rossi en het T-set. Maar de bedoeling was dat we werken uit de collectie kozen en dit in de stijlkamers van het Designmuseum presenteerde, samen met mijn eigen ontwerpen. En voor mij was dat, omdat Lieve Dennis had nooit gevraagd van kijk, van gaan ze die tea en koffie piazza, het welk moet ik aankopen? Ik zei Rossi. En die deed dat dan. Dus wel, dus, en dan dacht ik van, ik had dat zelf ook moeten kopen. Maar goed, maar ook Sotsas, dus ook die dingen van Sotsas, het glaswerk van, dat hij via Moermans had kunnen aanschaffen. Het zijn er veel meer dat ze in het Designmuseum hebben, maar dat vond ik ook wel mooi dat die daar als totems, als architectuurfragmenten ook zo konden liggen. Dus je had Rossi, je had Sotsas. En anderzijds had je Pieter de Bruyne met zijn hommage aan Giobonti, je had Lampen van Sarfatti. En dan waren er twee fragmenten van films, dat waren La Notte, Antonioni en Io sono amore, die daar ook geprojecteerd werden. Dus dit is zo van, dit is Milaan voor mij, dit is een gans gebeuren geweest, dat laboratorium, en dat probeer ik aan de hand van de collectie van het museum ook een beetje te tonen. Het laatste beeldje. De kunst, de kunstenaar, de kunsten is een discipline die Christian steeds bevraagt. Hij heeft ook heel veel vreemde kunstenaars en hij heeft kansen voor kunstenaars gecreëerd in verschillende rollen. We hebben een paar werken daaruit gekozen.